Het filmfestival begint volgende week pas, maar al deze week is begonnen met de opbouw van verschillende locaties op de Marienburg. Het korte filmfestival Go Short is van 11 tot 15 april weer in Nijmegen. 5 dagen lang kan het publiek genieten van alles wat te maken heeft met korte films. De focus van het festival ligt dit jaar op de Zweedse filmmaker Patrick Eklund, de Duitse regisseur Eva Weber, Filmland Ierland en het thema Virtual Reality.